In de vorige video hebben we al laten zien hoe je vergelijkingen van de vorm sinus a is een exacte waarde kunt oplossen. En we hebben natuurlijk nog niet laten zien hoe je dit met cosinus doet. Vandaar in deze video gaan we laten zien hoe je bijvoorbeeld een vergelijking als min 6 cosinus 4x is 3. Wat je natuurlijk kunt herleiden door linker en rechterlid te delen door min 6. Kunt herleiden tot een vorm van cosinus a is een exacte waarde. In dit geval min een halve door 3. Of de volgende vergelijking waar je ook weer kunt herleiden tot cosinus A is een exacte waarde. Dus in deze volgende video over goniometrische vergelijkingen gaan we kijken naar cosinus A is een exacte waarde. Net zoals in de video over de sinus gaan we in deze video over cosinus precies met hetzelfde voorbeeld aan de slag. Dus voor welke A is cosinus A gelijk aan een half wortel 3? En we doen dit weer met behulp van de eenheidscirkel. En hier ga je zien dat je te maken hebt met de cosinus, dus met de x-coördinaat van het punt op die eenheidscirkel. En je ziet dus dat hier een spiegeling plaatsvindt in de x-as wat betreft de oplossingen: een half, een half wortel 2 en een half wortel 3. En hierbij weet je dat hier bij de draaiing zoeken een zesde pi, een vierde pi en een derde pi horen. Hiermee gaan we dus op zoek naar al die andere oplossingen van deze eerste vergelijking. Cosinus A is een halve wortel 3. Je ziet dus hier een zesde pi is dus een mogelijke oplossing. Dus cosinus A is een, een halve wortel 3, geeft dus A is een zesde pi. Maar ook elk rondje verder en elk rondje eerder is een oplossing. Dus hier tellen we bij op plus k maal 2pi. Nou, je ziet, gespiegeld vind je ook die andere waarde. Die kun je vinden door door te draaien tot 165 pi. Maar natuurlijk handiger is hier gebruik te maken van de spiegeling in de x-as. Dus door een negatieve draaiingshoek van min een zesde pi te gebruiken. Dus dit geeft de oplossing A is min een zesde pi plus k maal 2 pi. Nou, dus hoe los je dus een vergelijking op waarin cosinus A gelijk is aan een exacte waarde? Je maakt dus hierbij gebruik van die spiegeling, waarbij je dus krijgt in dit geval cosinus a is een half wortel 3, geeft a is een zesde pi, of a is min een zesde pi, beide plus k maal 2pi. Nou dan kunnen we ze gelijk even allemaal afgaan. Een half wortel 2 geeft dus in dit geval a is een vierde pi, of die gespiegelde vorm a is min een vierde pi, beide weer plus k maal 2pi. En hetzelfde geldt voor cosinus a is een half. Hierbij krijg je de oplossingen a is een derde pi en a is min een derde pi. pi. Beide dus weer plus k maal 2 pi. Dan naar de negatieve exacte waarde min een half geeft dus a is pi min een derde pi, wat dus neerkomt op 2 derde pi. En de gespiegelde vorm a is min 2 derde pi. En a is Cosinus a is gelijk aan min een half 2, geeft dan dus a is 3 vierde pi en a is min 3 vierde pi plus k maal 2 pi. En de laatste, min een half wortel 3, wanneer cosinus a daaraan gelijk is, geeft dat de oplossingen 5 zesde pi en de andere min 5 zesde pi plus k maal 2, 2 pi dus in beide gevallen. Dus maak dus bij cosinus altijd gebruik van die spiegeling in de x-as en dat betekent dus dat je hebt dus... A is de exacte waarde of A is min de exacte waarde. Dus hoe gebruik je dit om hiermee dus vergelijkingen op te lossen? Als voorbeeld pakken we weer even de vergelijkingen die we in het begin van de video al lieten zien. Bereken exact de oplossingen. Min 6 cosinus 4x is gelijk aan 3. Hierbij delen we eerst door de factor voor de cosinus, dus delen door min 6. En dit geeft ons cosinus 4x is min een half. En wanneer we de eenheidscirkel even erbij tekenen, dan zien we dat die cosinus min een half, dus waar is de x-coördinaat min een half, geeft ons op die eenheidscirkel weer twee oplossingen. Die weer staan voor twee verzamelingen. En de eerste vinden we bij pi min een derde pi, oftewel 2 derde pi. Dus 4x is 2 derde pi en elk rondje eerder en verder, dus plus k maal 2pi. De andere oplossing is gespiegeld in de x-as, dus min 2 derde pi. En dat betekent dus dat 4x is min 2 derde pi plus k maal 2 pi. Vervolgens beide vergelijkingen delen door 4, het linker en het rechter lid en dat geeft ons x is een zesde pi plus k maal een half pi. En de andere oplossing is dan x is min een zesde pi plus k maal een half pi. En dit zijn dus de twee oplossingen die we zochten. Het tweede voorbeeld gaan we berekenen exacte oplossingen op het interval 0 tot 2 π dus we zoeken naar een gedeelte van al die oplossingen. De vergelijking die hierbij hoorde was 2 cosinus 2x plus een half pi is gelijk aan wortel 3. We starten eerst door te delen door het getal voor de cosinus, dus delen door 2 en dat geeft ons de cosinus gelijk aan een half wortel 3. Wanneer is de cosinus gelijk aan een half voor de 3? We tekenen weer even de eenheidscirkel en we zoeken naar die x-coördinaat van een half voor de 3. Die heeft wederom weer twee punten op de eenheidscirkel die we staan voor twee verzamelingen van oplossingen. De eerste is een, half, of sorry, een zesde pi. Dus 2x plus een half pi is gelijk aan een zesde pi plus k mal 2 pi. En de andere is min een zesde pi. Dus 2x plus een half pi is gelijk aan min een zesde pi plus k maal 2 pi. Nou, voor beide vergelijkingen gaan we die plus een half pi weer wegwerken. Dus we gaan deze naar het rechterlid lid brengen. En dan krijgen we 2x is min een derde pi plus k maal 2 pi. En in de andere vergelijking krijgen we 2x is min 2 derde pi plus k maal 2 pi. Beide vergelijkingen delen door 2 geeft ons x is min 6 pi plus k maal pi. En x is min een derde pi plus k maal pi. Dit zijn de Oplossingen voor de vergelijking wanneer we alle, op, over alle, vergelij of alle oplossingen bekijken. En dus niet op het interval 0 tot 2π. Wanneer we kijken naar het interval 0 tot 2π, moeten we dus nog even gaan uitzoeken welke van deze oplossingen vallen tussen de 0 en 2π. Met 0 en 2π nog daarbij genomen. Voor x is min 6π plus k mal π geeft dit dus voor k is 0 x is min 6π. k is 1 geeft ons x is 5, 5 6π. k is 2. 1 p pi en ks 3 2 p. Je ziet dus ks 0 die x is min 6 pi en ks 3 x is 2 p pi vallen dus af. We hebben dus twee mogelijke oplossingen tussen de 0 en 2pi. Dus x op het interval 0 tot 2 pi geeft ons dus x is 5 zesde p of x is 1 pi. De tweede helft geeft ons ook nog mogelijke oplossingen. Ook die kunnen we weer onderzoeken x is dus min een derde pi plus k mal 2 pi en dan krijgen we dus bijvoorbeeld de volgende oplossing uit. X is, of k is 0 geeft ons x is min een derde pi, k is 1 geeft ons x is 2 derde pi, k is 2 geeft ons x is 1 2 derde pi en k is 3 geeft ons x is 2 2 derde pi. En daarbij zitten we al over de 2 pi heen dus je ziet die eerste en die laatste vallen af en houden we dus nog twee mogelijke oplossingen over op het interval 0 tot 2 pi. Dus x is 2 derde pi en x is 1 2 derde pi. Dus in totaal vier mogelijke oplossingen. Dus wanneer je een vergelijking hebt van de vorm cosinus a is c met c en is een exacte waarde, dan hebben we het dus over een punt op de x-as. Een exacte waarde die op de x-as ligt. En dit geeft als oplossingen a is b plus k mal 2 pi. Hetzelfde dus bij een sinus. En in dit geval dus weer b de bijbehorende hoek en radialen. En die vinden we dus op die eenheidscirkel, die een zesde pi, een vierde pi en een derde pi, die je ook al kent. De andere, voor de negatieve waarde, vind je weer door de spiegeling in de i-as. Dus je kunt die twee derde, drie vierde en die vijf zesde pi ook natuurlijk vinden door pi min een derde pi, pi min een vierde pi en pi min een zesde pi. De andere oplossing vind je door deze oplossingen te spiegelen in de x-as. En daarmee krijg je dus de andere oplossingen. a is min b plus k maal 2pi. Waarin die b dus weer die bijbehorende hoek in radialen is. En dan krijgen we dus de volgende oplossingen. Min een zesde pi, min een vierde pi, min een derde pi. En min twee derde, min drie vierde en min vijf zesde pi. Nou, duidelijk dus het verschil tussen die cosinus en die sinus te zien. Want bij cosinus a is c, krijg je dus a is b. B plus K mal 2pi. Dat krijg je ook bij sinus. Maar die tweede helft van die oplossing is, wel, is duidelijk anders. Daar krijg je dus bij de cosinus a is min B plus K maal 2pi. En bij de sinus krijg je A is pi min B plus K maal 2pi. Nou, wil je meer weten? Ga naar onze website voor meer video's. Wiskundeacademie.nl. Je kunt ons altijd volgen op Twitter en liken op Facebook. Tot in de volgende video.